Ja, van Olivier Messiaen speel ik drie delen uit zijn Livre du Saint-Sacrement. En dat is een late cyclus uit 1984 die maar liefst 2 uur duurt. Ik speel alleen de eerste 3 delen van de 18 delen in totaal. Die 3 delen die gaan over de verborgen godheid. En het heilige sacrament waar het hele cyclus over gaat, dat gaat eigenlijk over het heilige avondmaal. Of de communie, zoals het heet. In de Rooms-Katholieke Kerk. En het eerste deel is een aanroep aan de verborgen God. En Messiaen vertolkt dat als volgt. Het is een soort monolithisch stuk. Alleen maar heel dissonante akkoorden. De melodie die daarin klinkt is een soort hymne. Die is echt herkennen als Messiaen. Maar die akkoorden die zijn zo ontzettend in elkaar gedrukt. Ook als je alle modi van Messiaen kent, dan kun je eigenlijk niet alle noten daaruit verklaren. Messiaen zei zelf trouwens, je moet niet te veel analyseren, maar je moet eerst maar luisteren en dan komt pas de analyse van mijn muziek. Ja, het luisteren naar Messiaen is eigenlijk alsof je moet kijken naar een symbolistisch schilderij. In het symbolisme zie je soms iets afgebeeld, vrij realistisch, maar het betekent iets heel anders. En dat is ook bij Messiaen zo, je hoort akkoorden, maar het wijst ergens anders naartoe. En dat wilde Messiaen vooral bewerkstelligen in zijn muziek. Het gaat altijd over religieuze onderwerpen bij Messiaen en hij probeerde daarin allerlei thema's met elkaar te verbinden. Zoals het eerste deel een aanroep is van de verborgen God, zo is het tweede deel eigenlijk een soort meditatie over het licht, de bron van het licht. En dan hoor je niet die hele donkere akkoorden. Maar dan ga je eigenlijk weer naar de meest lichte registers van het orgel, helemaal boven in het klavier, met de vox celeste. Dus de zwevend gestemde, heel etherische klank hoor je dan. En dat is ook weer een stuk wat een één onafgebroken klank bodem geeft. Echt om die tijdloosheid van de bron van het licht uit te beelden. Het derde deel is weer heel anders gecomponeerd. Dat is weer een soort collage techniek waarin je allerlei korte fragmenten hoort. Hierin laat Messiaen vooral zien dat de verborgen godheid, waar die alle eerste 3 delen over gaan, dat die ook gezien kan worden in de natuur en in het Gregoriaans. Het Gregoriaans ziet Messiaen als de beste muziek die wij hebben. En we horen eerst een Alleluia, gespeeld op 2 verschillende klavieren. En dat wordt gevolgd door eigenlijk een meditatie over de natuur, waarin natuurlijk ook de vogels terugkomen. Messiaen zag de vogels echt als een tussenvorm tussen hemel en aarde en de beste muzikanten op aarde. Dus we hebben de beste muzikanten, de beste muziek en weer die tijdloze meditaties van Messiaen. Aan het eind keert hij helemaal terug naar een heel mooi E-groot akkoord in een soort tijdloze stilstand van klank met het meest eenvoudige register van het orgel. En dat E-groot akkoord is ook weer echt een symbolistische klank die Messiaen vaak toepast als het gaat over de beantwoording van de mens aan God.